start is gevallen. Paarden zijn weg. We kijken natuurlijk even hoe Condor Motion wegloopt. Die loopt gewoon normaal netjes weg aan de binnenzijde, maar gaat niet mee in het duel om de leiding. Dat heb ik al aangekondigd. Hij ligt op dit moment vier als we de bocht indraaien. De leiding is genomen door Blanc Leblanc. Blanc Leblanc op de tweede plek aan de buitenkant. Dinan Convital. Condor Motion ligt derde nu aan de relingzijde. Gaat binnendoor voorbij aan Bichamon. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Cool Surprise. En daarachter is het in het tweede spoor dan André Bakker die daar is terechtgekomen met paard nummer drie Bizar Zandbergen. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En Ebbingen ligt nu weer ingesloten, want Bichamon gaat hem voorbij. En daar komt ook aan de buitenzijde Bizar Zandbergen naast hem. En dus ligt de favoriet even vast en gaan de paarden weg naar de linkerbocht. Leiding in handen van Blanc Leblanc. Daarachter Dinan Convital, dan Bichamon, dan Condor Motion. Daarachter is het Bizar Zandbergen. Daarachter aan de relingzijde Cool Surprise. Daarachter volgt in het tweede spoor dan Jalouk. En daarachter aan de relingzijde is het Dennis Minema met Blushing Renka. Daarnaast loopt Child in Time. En zo gaan de paarden de bocht door. De hekkensluiter op dit moment aan de relingzijde is Conrector met Dion Tesselaar. Zo komen de paarden voor de tribune. Tempo ligt zeker niet hoog en het is Blanc Leblanc die dat tempo maakt. Blanc Leblanc, daarachter Dinan Convital. Daarachter heeft ingeparkeerd aan de relingzijde Bichamon. Eerste paard aan de buitenkant is nu Bizar Zandbergen. Daarachter aan de relingzijde Condor Motion. Gebeurt Ebbingen niet vaak dat hij om zich heen kijkt en denkt hoe kom ik hier nou uit. Meestal ligt hij zelf in dat tweede spoor of aan de leiding, maar dat zit er nu niet in. Hij moet hopen op wat geluk. We hebben nog 900 meter te gaan. Rechtvaardig aan de rechterbocht in Blanc Leblanc. Daarachter Dinan Convital. Die wordt sterk gehouden. Gaat nu naar het tweede spoor. Kelm wil niet langer vechten met zijn paard. Tempo ligt ook erg laag. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Premium koersen, dat staat eigenlijk garant voor harde koersen, voor snelle koersen. Maar dit is er niet eentje. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Aan de buitenzijde komt nu de aanval van Dinan Convital op Blanc Leblanc. En nog altijd ligt Kelm achterover op de kar. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Bichamon. Met daarnaast in het tweede spoor. Krijgt een dijk van een koers. Bizar Zandbergen. Daarachter gaat mee naar voren Jalouk. En daarachter aan de relingzijde volgt Condor Motion. En zo gaan de paarden weg naar de laatste bocht. Daarom wel ook nog altijd in de staart van het veld. Paarden gaan de laatste bocht in. En de leiding is daar overgenomen door Dinan Convital. Dinan Convital op de tweede plek. Inmiddels zijn we halverwege de laatste bocht. De tweede plek is voor Bizar Zandbergen. En zo komen de paarden de laatste rechte lijn in. Condor Motion zoekt nog altijd naar ruimte. En lijkt die ruimte zo langzamerhand te gaan vinden. Kan het dan nog? We zijn in de laatste rechte lijn. Leiding is in handen van Dinan Convital. Daar komt Condor Motion vrij. Het heeft even geduurd, maar daar komt hij aan de buitenzijde met Ebbingen. En daar gaat hij. Go baby! Go, go, go! Hij vliegt er zo voorbij. Condor Motion gaat hem heel makkelijk winnen. Met meer dan een neusje. Tweede plek daarachter is dan voor Dinan Convital. En de derde plaats voor Bizar Zandbergen. De winnaar is wel al officieel. Die wint in 1.17.8. En veel sneller hoeft het ook niet. 1.17.8. Maar het was vooral maar het laatste stukje dat deze Condor Motion heel snel deed. Want je zat nog heel lang ingesloten. Ja, het was, ik heb bijna nooit zo'n koers gewonnen. Het was zuiver geluk dat ik er weer kwam. Hij was foutloos weg. Maar hij voelde niet aan of hij veel had kon beginnen vandaag. En dat waagde ik ook niet. En toen kon ik er bijna uit de eerste bocht uit. Maar dat paste net niet. Moest ik weer terug. Ja, en toen was het wachten geblazen. Wachten, maar is het dan ook een beetje hoop of bidden? Of verwacht je van, nou ja, het gaat nu al zo goed de laatste tijd, dan blijft het zo gaan? Nee, normaal niet. Ik bedoel, dat zijn ook geen plekken waar je hoort te zitten. Vooral niet met goede paren. Maar ja, nu heb je de nummer 1 en dat loopt zo. Ik bedoel, daar was verder niet zoveel aan te doen. Maar dan ben je een beetje van geluk afhankelijk. En normaal lukt me dat nooit van die positie, maar vandaag had ik geluk. Vandaag had je geluk en over deze Condor Motion. Paard is zo goed, wint steeds. Hoe ziet de toekomst voor dit paard eruit? Ja, het paard heeft mooie koers hier. Ik bedoel, hij kan genoeg koers hier. Het is een kwestie van gezond blijven en dan kan hij hier goed geld verdienen. Maar doe je met dit paard nog iets bijzonders in de training? Nee, kijk, het paard wordt veel gelanceerd en gereden en een beetje snelwerk. Maar hij heeft van zichzelf heel veel klasse. Het is eigenlijk voornamelijk fit houden. Dat is bij dit paard het belangrijkste. Fit houden, nou, maar dat gaat nu zeker goed komen, tenminste met deze weersomstandigheden. Ja, nee, dat is een voordeel. Kijk, als je weer andere omstandigheden is voor zo'n paard ook moeilijker.
En de winnaar dus Condor Motion. En Condor Motion is een ruin van Adams Hall uit Lady Motion. Gefokt door The Godchildren. En inmiddels eigendom van Huib Krabas. Getraind door Jeroen Engema, aangereden door Rick Ebbingen. Laat u een groot applaus horen. Silvia, dames en heren, Rick heb ik. Gaat er heel makkelijk winnen. Met meer dan een neusje.